Wie bent u? Ik ben Frank en ik ben de eigenaar van IJssel en Dolomieten in Bussum. En hoe bent u op het idee gekomen om zelf ijs te maken? Nou, ik ben eigenlijk zo geboren, denk ik. Mijn grootvader zat al in het ijs. Mijn vader heeft een ijssalon. Mijn tante heeft een ijssalon. Mijn nicht heeft een ijssalon. Dus eigenlijk iedereen. Dus ik weet niet beter. Ik ben bijna geboren in een ijssalon. En hoe lang maakt u al ijs? Ik maak al zeker 20 jaar ijs. Eerst heb ik het geschept altijd. Verkocht, net als die meiden eigenlijk doen. En op een gegeven moment werd ik oud genoeg om in de keuken te werken. En toen ben ik ijs gaan draaien. Is ijsmaken een ambacht en waarom? Ijsmaken is zeker een ambacht, ja. Het is allemaal handwerk. Ik gebruik nog machines die zijn 70 jaar oud. Daar heeft mijn opa het zelfs nog op gedaan. Dat is een Carpegiani bok. En dat draai ik altijd uit Italiaans of de traditionele Italiaanse smaken op. Zoals de stracciatella, de Malaga. En voor de rest is het, wat een ambacht is dat het gewoon allemaal handwerk is. Hoeveel smaken maken jullie? Hoeveel smaken ik maak? Nou, we hebben er elke dag altijd 34. Maar op zich kan ik overal ijs van maken. Dus ik maak wel 200 verschillende smaken. Ik heb van de week heb ik roze koekenijs gemaakt. Of ik heb wel eens knoflookijs op bestelling gemaakt voor een restaurant. Ik kan overal ijs van maken. Van worteltjes tot bietjes tot, nou ja, noem het maar op. Maar of het lekker is ten tweede. Smaken worden het meest verkocht? Welke smaken het meest verkocht worden? Ik denk toch wel choco brownie en cookies. Voornamelijk cookies wel, ja. Voor de kinderen, die eten zoveel cookies. En als het dan weer heel mooi weer is, dan verkoop je weer meer sorbetijs. Dus waterbasisijs. Dan verkoop je heel veel citroen. Of dat is lekker fris met mooi weer. Dus het ligt eigenlijk wel aan wat voor weer het is. Maar cookies loopt altijd. En choco brownie ook. Nou, als je ijsjes bereidt, bereid dan de kleur. Je begint met een lichte kleur. Eigenlijk begin je eerst met sorbetijs. Als je sorbetijs hebt gemaakt, ga je daarna roomijs maken. En daarna ga je notenijs maken. Dat is in verband met allergieën. Als iemand een melkallergie hebt, dan kun je en je wil een sorbetijsje, kan er geen resten van melk doorheen zitten. Dus nu draaien we als eerste draaien we vanilleijs. Daarna ga je naar de witte chocola. Daarna ga je naar binnen, een beetje donkerder. Dus ga je naar de kevenslag, die is wat gele. Daarna ga je naar de cookies toe, want die is nog geel-bruiniger. En dan ga je zo elke keer een kleurtje donkerder en je eindigt met chocola. Dat scheelt je weer elke keer die hele machine schoonmaken. En dan naar chocola, dan moet je de hele machine schoonmaken. En dan begin je met de notenijs. En notenijs draai je altijd als laatste, want er zijn mensen die hebben echt notenallergieën. Die kunnen heel erg ziek zijn van noten. Ik ben nu een Oreo aan het maken. Het is eigenlijk witte chocola met chocoladekoekjes. En het is belangrijk dat je goed laagjes maakt. Dus dat je de ijs en het spul ertussen doet. Als zo meteen dan geschept wordt door de meiden daar, dan moet eigenlijk in elk bolletje moet er wel ijs en koekjes in, zeg maar. Dat is heel belangrijk. En straks doen we het in de shockvriezer, dus die vriezer daar. Dan gaan ze ongeveer 20 minuutjes in de bakken. En dat zorgt ervoor dat die grote berg ijs die er uiteindelijk opkomt, niet inzakt. Dames, we gaan nu proeven. Jullie moeten even goedkeuren, echt pakken. Om hem kunnen proeven natuurlijk. Dat is het vervelende van mijn werk, dat ik altijd alles moet proeven. Ik zou bijna zeggen, had ik maar een groentewinkel. Heel lekker. Ik zeg het Bellissimo. Bellissimo. Lekker.
dan.